sta bij Johnny Kind van de organisatie van de Nieuwjaarsduik hier. Johnny? Ja, goedemiddag. Morgen, nee, het nog. Ja, het voelt een beetje als morgen vandaag. Het is morgen. Ik ben van de organisatie van de Nieuwjaarsduik. Ja. Voor de hoeveelste keer? Negende keer. Ja. We zijn begonnen in 2013. En hoe is dat idee zo ooit opgekomen om een duik te gaan doen hier op Alzoorde? Flauwekul. Gewoon. Oh, flauwekul. Gewoon de streek het al. Gewoon dat eens proberen. Nou, de eerste keer lukt dat we voortreffelijk. Ja. En dan doen we het twee keer. En dan lopen het, hè. Ja, en inmiddels is dat ook een vaste ploeg waarmee je dit samen organiseert? Ja. We hebben als vroeger een carnavalsploeg, de bouwers. Ja. En dan hebben we een zootje vrijwilligers erbij. En dan zijn al, ja, dat is maar. We gaan duiken en dan stonden die mannen er. Hoe lang ben je daar nou mee bezig om dit te we organiseren? We zijn om 9:30 begonnen. Om alles neer te zetten? 9:30. Hoeveel zwemmers verwacht je? Ze zeggen van 135. En hoe weet je dat zo? Hoeveel mensen? Inschrijven in, hè? Oh, die worden ingeschreven van tevoren. Ja. Oké. Okay. En dan krijgen ze een bandje. Ja. En een consumptiebon voor sugarmel en voor ertessoep. Ja. En dan dat als je mijn bepaal uitloopt. Hoe ziet het programma voor straks er dan uit? Want het is hier al gezellig druk, zoals je ziet. Hoe ziet het? 10 voor 1, 1:15, 10 voor 1 hebben we iemand die de zaak opwarmt. Ja, is dat nodig? Ja, als het een beetje koud is. Dat hoeft voor de leut natuurlijk. Ja. En dan om 1 uur gaan ze het water in. Start zijn. En om 10:15 gaan ze weer uit. Het is maar even natuurlijk. Maar ja, dat, voor de lol gaat natuurlijk dat water niet liggen. En wie zijn nou de mensen die hier komen zwemmen? Zijn dat mensen van de Klooster of uit heel Ulst? Ze komen van alle kanten. Het is onvoorstelbaar. IJsendijk is het hier ingeschreven. En ze komen van alle kanten. Enig idee waarom ze dan naar hier komen? Nee, geen flauw. Ja, gezelligheid denk ik. Omdat ze leuk wat is. Wat gezellig is. Heel goed, heel goed. En dan nog eigenlijk 1 vraag. Ja. Ga je zelf ook nog het water in? Kan ik moet toezicht houden natuurlijk. Hè. Spijtig, hè. Dat is een goed excuus. Ja, dat vind ik goed. Ik hoop met die niet nat. Ja, ik sta bij Anneke en Angelique. Die hebben net lekker een bakje ertessoep achter te kiezen. Ik heb eigenlijk maar 1 vraag. Ja, waarom? Waarom? Waarom op Nieuwjaarsdag het koude water? Omdat Angelique zo graag wil. En waarom wil Angelique zo graag? Om het jaar prachtig te beginnen. Ja, waarom is dat een prachtig begin in het koude water? Dat is een traditie. Dat hoort erbij. Ja, en hoeveelste keer doe je dit dan? En ook altijd met z'n tweeën, altijd samen? Ja, altijd samen. Ja. Weet je hoe dat ooit zo begonnen is? Of is dat te lang geleden? We vieren ook samen carnaval. Oh. En dan misschien de gekkigheid en van dat gaan we doen. Gewoon, het duurt gewoon te lang om weer tot februari te wachten. En dan moet je af en toe iets leuks... Ja, en het doet echt iets met je. Ja, duik. Wat dan? Ja, gewoon zo een mooie start maken. Daar worden we gewoon blij van. Krijg je energie van? Ja. En jullie hebben ook over de kleding nagedacht, zie ik. Gaan jullie met dit allemaal ook het water in? Ja, we doen dat bontjasje er even uit. Dat wel? Ja, we doen het bontjasje uit, ja. En vertel, waarom? Waarom dit kostuum? Om dit een prachtig film om zo leuk te Het moet gewoon vrolijk zijn, het moet gewoon leuk, feestelijk. Ja. Ja. We doen gewoon, het is trouwens niet zo heel koud, hè. Het is best te doen. Nee, dus je kan best mee, Martijn. Nou, ik heb het heel druk mee interviewen. Nee, is niet waar. Ik ga kijken hoe mooi jullie straks gracieus het water induiken. Ik wens jullie heel veel plezier in ieder geval. Dankjewel. En een hele frisse start, hè. Kom goed. Dankjewel, we gaan ons best doen. Goedemiddag. Ja, u staat hier heel mooi in de chocolademelk te roeren. Inderdaad. Is dat belangrijk dat de warme chocolademelk is op zo'n dag? Ja, dat vinden wij wel. Alleen wij doen het al vanaf het begin. En wat is het begin? Hoe lang geleden? Dat is de 7e keer, dacht ik, dan weer duiken. Dus. En is dit altijd uw post? Altijd de chocoladepan? Nee, dat is niet altijd mijn post. Dat is ook wel eens iets anders. Maar vandaag kwam dat zo uit. Ja, leuk. Ja. Ga je zelf nog het water in of blijf je lekker warm hier aan de kant? Ik blijf hier staan. Ik heb alles gedoken, ik kan het al. Heb je alles gedoken? Ach. En hoe is dat? Ik woon hier op het dorp. Je komt van Alzoorde. Ik zwem in de zomer hier ook geregeld natuurlijk. Dus jij hebt dit bandje ook het hele jaar door aan? Ja. Dat nou net niet. Nou, wij blijven lekker aan de kant kijken. En, Het is hartstikke leuk om dit te doen natuurlijk. Ja. Dat snap je. Zoveel mensen dan erop afkomen. Ja, hey, dat is heel leuk. Ja. Hey, Peet, wat denk je? Bakje chocolademelk doen? Doe maar 2 bakjes aan. Ja, ik zie een duiker lopen. Het is een nieuwjaarsduik, maar dit is wel heel letterlijk. Dit is echt het comfortabelste van allemaal waarschijnlijk, maar ja. Het is ook een beetje voor de veiligheid, hè. Het is voor de veiligheid? Ja. Want ook daar wordt aan gedacht. Gelukkig wel, hè. Ja, wat is, dus jij gaat zo gewoon in het water en jij houdt alles in de gaten? Of blijf je hier aan de kant? Nee, ik ga in het water.
ik ga in het water en ik ga richting de boeien, zeg maar. Oh, ja. En dat is de diepte die de mensen mogen. Ah, oké. Okay. Dat is ook voor de veiligheid, hè. Ja. Ben je hier ook al vaker geweest bij het Nieuwjaarsduik? Ik ben hier elk jaar. Elk jaar geweest. Is het ooit alles nodig geweest dat je in actie bent gekomen? Gelukkig niet. En dat hopen we ook heel hard zo te houden. Houden we dit jaar ook zo te houden. Nou, zeker wel. Heel veel succes. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel. Hij ziet er lekker opgefrist uit. Ja, nou wel, maar vanochtend nog niet zo eigenlijk. Viel het mee of viel het tegen? Ja, het gaat wel. Dat ik erin ben had het, maar nou is het even creperen. Het was een vrij korte duik. Ga je er nou zo nog even in of was dit het? Ik denk dat het wel geweest is. Dat is een goed begin van het jaar. Nou, we hadden lekker een beetje jaartsoep of zo pakken en we waren nou lekker op. Dank je. Ja, hallo. Hallo. Dat ziet er hier heel gelukkig uit. Ja, dat is het zeker. Hoe was het? Ja, koud natuurlijk, maar lekker. Maar lekker. Ja, de warming-up is leuk met z'n allen. Gewoon, iedereen heeft een kater volgens mij, iedereen is brak. Dus het is een lekker opfrisbeurt. Ja joh, er komt hier een hele hoop energie vrij. Ja. Hier ook? Ja, hier hebben we echt een hele tijd deel jaar naartoe gewerkt. Dus dat, Is het de eerste keer dat jullie een nieuwjaarsduik doen? Of, Voor sommigen wel, ja. Voor wie is het de eerste keer? Oh, dan ga ik het terug naar. En viel het dan mee of viel het eigenlijk wel mee? Nou, we hebben echt heel erg mazzel met het weer vandaag. Het is bijna zomer in principe, dus dat is heel fijn. En het is goed te doen. Een beetje ademhalen, dan kom je er wel uit. Heel goed. Ja. Nou jongens, maakt het wel moois van dit jaar, hè? Ja, thanks. Dankjewel. Ja, hallo. Dat ziet er goed uit. Ja, nat, hè? Jij ziet er wel energiek uit, moet ik zeggen. Ik heb nou energie voor het hele jaar. Ja, is het echt zo dat je van de koude water zo'n energieboost krijgt? Of? Ja, ik heb het nu ook niet meer koud. Het is nu heerlijk. Het was echt heerlijk om te doen. Echt super. Ja. Was het de eerste keer? Nee, niet de vijfde. Maar ik kan het iedereen aanraden om te doen. Echt, het is zo lekker. Nou, lekker. Nou ga je lekker opwarmen in ieder geval. Ja, ik heb het nu niet koud. Dus, oh, heerlijk. Ja, heerlijk. Nou, fijne dag. De beste wensen. Dankjewel. Doei. Doei. Hey, hallo. Hey, hallo. Jij ziet er lekker wakker uit, moet ik zeggen. Ja, dat had ik ook niet gedacht dat ik er zo bij zou staan, maar ja, fijn. We beginnen het jaar goed. Was het een verfrissende duik? Heerlijk, het was super lekker. Ja, het weer is het ook mee, hè? Ja, wel, maar het water is vrij koud, denk ik. Ik had het iets warmer verwacht, ja. Het stokt een beetje mijn adem, maar het is oké, hoor. Het is lekker. Ja? Was nou de reden dat je zoiets doet, zo'n nieuwjaarsduik? Even alles resetten.
Even resetten, even een nieuw begin maken. Op naar een beter jaar, een leuk jaar en dan is dit eigenlijk fantastisch. Ja. Nou ja, dan wensen we je dat in ieder geval toe. Een heel mooi jaar. Ja, dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Hallo, hallo. Wow. Ik denk, jij bent er wel bijna het langst in gebleven van allemaal. Is het zo lekker, het water? Ja, het is fris, maar het is te doen. Ja, is het te doen? Ja hoor. Het is eigenlijk hetzelfde als andere jaren. Ja, andere jaren, want dit doe jij vaker? Dit is nou de negende keer hier. Twee keer in Katzand. Kijk, de bandjes. Ah ja, ik wou het zeggen. Je hebt van ieder jaar een bandje. Dus, ja, en dan... ja, twee keer in Katzand en een collega van mij die zegt van ja, we doen het nou in het Walsoorn ook, dus ja, dan ben ik naar hier gekomen. Wat is er nou zo lekker aan zo'n nieuwjaarsduik dat je dat ieder jaar komt doen? Ah, ik had twee keer die Vierdaagse van mij meegelopen, dat was ook een ding. Nou, dan zocht ik een andere uitdaging, maar het blijft. Dus... Ja, je houdt ervan om jezelf uit te dagen en... Ja, zeker. Heel mooi. Heb je goede voornemens voor 2023 eigenlijk? Of, niet roken. Niet roken. En... Nee, maar dat deed ik toch niet. En drinken, ja, ik drink met maten. Dus we gaan straks weer met vrienden heel wat drinken. Maten, ja. Nou, dan wens ik je een mooi jaar toe. Dat is goed. En gaat de warmte opzoeken. Ja, het gaat nog wel. Heel goed, heel goed. Gaat er zo nog even in, denk ik. Oh, ze ruimen het al op. Nou, dan moet je snel zijn als je nog even wil gaan. Nou, nog één keer. Ja, dat was hem, de nieuwjaarsduik 2022. Ik heb lang getwijfeld, maar we gaan toch het water niet in. Misschien volgend jaar. Jullie misschien ook. En in ieder geval heel mooi 2023 gewenst. Tot ziens.